is eigenlijk van alles, voor onze hersenwetenschappers, misschien voor u ook wel, toe te schrijven aan dat brein. Maar hoe is dat nou zo gekomen? Het leek me een geschikt moment om eens eventjes kort met u door een geschiedenis van het hersenonderzoek te lopen. En ik begin dan 4000 jaar geleden. En maakt u zich geen zorgen, ik ga niet per jaar, maar maak af en toe paspoorten. Oké. In 4000 jaar voor Christus werden de eerste uitvoerige effecten van de papaver beschreven. En men schreef dat toen al toe aan de hersenen. Men dacht dat dat een effect was dat via de hersenen gemedieerd werd. Zover gaat die illusie dat mijn lichaam er ook helemaal niet is. Dan, wat blijft er dan over van de wereld? Dan blijft over mijn geest. Want als ik aan het twijfelen ben, als ik aan het nadenken ben over wat illusie is en wat niet illusie is, dan heb ik die geest nodig. Dus die geest kan ik niet weg illusioneren. Die kan ik niet wegredeneren via die illusies. Dus geest en al het andere is kennelijk iets anders. En hij deelde dat in twee zaken. Res extensa, datgene wat ruimte inneemt, het materiële zo je wilt. En res cogitans, het denkende, de denkende substantie. Nou, in die tijd, natuurlijk ook een sterk religieuze tijd nog steeds, dus men vond dat wel prima dat hij geest en lichaam onderscheidde, want dat kwam goed overeen met christelijke en allerlei andere religieuze gedachten. En René Descartes had natuurlijk wel een probleem als filosoof, want de vraag werpt zich dan natuurlijk op, waar hebben die twee dan contact? Hoe stuurt die geest dat lichaam dan aan? En René die keek heel goed naar het menselijk lichaam en die zei toen, nou, dat zit daar. Dat is de pijnappelklier. Dat lijkt me nou een ideale zetel van de ziel, want die hangt een beetje onder het brein en die hoort er eigenlijk net niet helemaal bij en we weten eigenlijk ook niet wat het doet. Dus ik denk dat dat de zetel van de ziel is. Daar communiceert de geest. Embryo's van kippen ontleed. En daarbij gekeken naar ganglia, dus dat zijn zenuwknopen, langs de ruggengraat van die embryo's. Wat ze daarbij zag, en deze observaties heeft ze gedaan terwijl ze dus onder bombardement lag in Italië, in de Tweede Wereldoorlog, heeft ze een eigen laboratorium gecreëerd met behulp van haar broers, die wat meer technisch vernuft hadden dan zijzelf, heeft ze een laboratorium gemaakt in haar keuken. En daar heeft ze haar onderzoek voortgezet en ze kon er gewoon niet tegen dat ze haar onderzoek moest stopzetten vanwege die invasie van de Duitsers en vanwege het fascisme in Italië. Daar komen we zo nog even op terug, ze vertelt daar zo meteen zelf even iets over. Dus ze heeft dat onderzoek doorgezet en in die tijd dat de bommen bij wijze van spreken om haar heen vielen en ze af en toe naar de schuilkelder moesten vluchten, heeft ze haar meest belangrijke bevindingen gedaan, die ze later in Amerika heeft uitgewerkt. Zij heeft namelijk gevonden dat er een eiwit bestaat, en er zijn blijkt nu heel veel van dat soort eiwitten, maar dat wisten ze toen nog niet. Dat eiwit dat zorgt ervoor dat als je het bij zenuwcellen druppelt, je laat de zenuwcellen groeien in de nabijheid van zo'n eiwit, dan gaan ze plotseling heel veel uitlopers maken, dan gaan ze groeien, dan gaan ze ontzettend prolifereren, zoals dat dan heet. Nou, dat is belangrijk gebleken omdat Ramon y Cajal had gelijk, Cauchy had ongelijk. Er zijn inderdaad zenuwcellen in onze hersenen en die zijn discontinu. Dus die maken contacten op verschillende plekken. En die contacten die zijn niet statisch, maar die bewegen de hele tijd. Dus hersencellen die veranderen constant de manier waarop ze met elkaar praten. En soms ook de partners met wie ze praten. En dat heet plasticiteit. Ons brein is dus plastisch. Nou, die plasticiteit die zie je op verschillende niveaus. Het voert wat ver om daar nu al te diep op in te gaan. Daar kunnen we het misschien een discussie nog over hebben. Maar een van die niveaus is, en daar deed Rita met name onderzoek naar, is op het niveau van de vertakkingen van de zenuwcellen. U ziet hier het cellichaam van de zenuwcel, hier de vertakkingen. En op die vertakkingen, als je daarop inzoomt, zie je allemaal hele kleine uitstulpingjes. En die uitstulpingjes die bewegen de hele tijd. Die zijn de hele tijd aan het zoeken naar input van andere zenuwcellen. Nou, daar vindt heel veel plasticiteit plaats en dat is belangrijk voor ziektes. Want op het moment dat we een infarct krijgen of een bloeding of een tumor of
wat voor ziekte dan ook in ons brein, dan probeert ons brein via die plasticiteit om zoveel mogelijk functionaliteit te behouden. En die zorgt ervoor dat die netwerken en die activiteit om de plek van ellende heen gaan. He, dus dat heet functionele reorganisatie. Nou, dat zijn al allerlei bruggetjes. Maar gek genoeg is er nog geen philosophy for neuroscientists. Of neuroscience for philosophers, dat maakt niet zoveel uit. En het probleem is dat als we dat niet gaan creëren, dat we dan als neurowetenschappers uiteindelijk ongeveer gereduceerd worden tot een karikatuur. Dan waren we heel erg promising op een zeker moment, met al onze hersenfilmpjes en onze MRI-techniek en netwerkanalyses. Maar uiteindelijk wordt 2 plus 4 toch ongeveer 6. En nou ja, verder weten we het ook niet meer zo goed. Staat hier onder, he was very big in Vienna at some congress. Het meeste aan wat we hier vandaag hebben besproken, kunt ook op mijn website nog eventjes kijken en nog even doordiscussiëren, www.jeroengeurts.nl. Maar belangrijker nog, gaat u allemaal naar www.breinbeeld.org, want dit is de stichting waar Astrid daar straks al even over praatte. En we proberen dus juist om mensen geïnteresseerd te krijgen, om wetenschap te vertalen, om dit soort discussies te voeren, om op het podium te gaan staan en je af te vragen hoe moeten we nu verder. We hebben een aantal wetenschappers aan ons gebonden, prominent, niet prominent, bekend, onbekend, die dit voor ons doen, die wetenschapsvertaling een gezicht geven. Uiteraard hebben we ook ordinair centjes nodig om symposia te organiseren. Dus als u zegt van nou, ik vind dit een mooi initiatief, maar ik ga echt niet praatjes houden, ik vind het wel goed. Dan kunt u ons natuurlijk ook op andere manieren steunen. Straks staan we bij de uitgang. Heel strategisch is dat uitgedacht. Bij de uitgang, u kunt dus niet weg zonder ze te zien, staan twee van onze medewerkers van Brein en Beeld. En die hebben een informatiebrief voor u. Lees hem gerust een keer door. Voelt u uiteraard niet verplicht, maar kijk eens of u het leuk vindt om wat bij te dragen. En daarmee wil ik graag afronden. Dank u voor uw aandacht en stel uw vragen.